Ik zit hier met Ipe de Boer. Hij zal op 22 maart een lezing komen geven over de Japanse schrijver Haruki Murakami. Ipe, ik zie ernaar uit. Zou je ons iets kunnen vertellen over jouw fascinatie voor Murakami en hoe die is ontstaan? Ja, dus ik ben eigenlijk op een redelijk willekeurige wijze met hem in aanraking gekomen. Toen ik 20 was met Norwegian Wood. En dat is natuurlijk ook echt een boek voor twintigers of begin twintigers. En toen was ik eigenlijk heel snel verkocht. En alleen ik kon nog niet vastpinnen waarom dat nou was. Dus toen ben ik als een boeken gaan lezen. En nu ik wat filosofisch geschoold ben, is het me gelukt om een perspectief te creëren om iets zinnigs daarover te zeggen. En niet alleen over Murakami, maar ook over de tijd waarin wij nu leven. Wij die Murakami zo geweldig vinden allemaal. Murakami en filosofie. Wat is precies die filosofie van Murakami? Ja, dus ik zou het niet de filosofie van Murakami noemen, omdat ik me eigenlijk vooral ga focussen op de beelden die Murakami geeft in zijn verhalen. En wat ik daarmee wil doen is kijken of er een filosofische waarde, een filosofisch element is wat verder ontwikkeld kan worden. En ik zou niet durven zeggen dat Murakami zelf een filosofie heeft. Maar ik denk dat die beelden enorm krachtig zijn en dat zij iets kunnen vertellen over, of dat ze iets kunnen blootleggen over eventuele problemen die in ons moderne bestaan, die we in ons moderne bestaan nu tegenkomen. Ja, kun je daar een voorproefje van geven? Van ja, wat je dus in je lezing verder uit gaat werken. Ja, dus ik wil mijn insteek verhelderen. En die insteek is dat in Murakami's fictie geantwoord wordt of ruimte gegeven wordt aan een existentieel verlangen waarvan ik denk dat dat bij ons aanwezig is. Namelijk om opnieuw een stem te verlenen aan die fenomenen, die elementen van ons bestaan, die eigenlijk wetenschappelijk niet goed serieus meer genomen kunnen worden. Dus zingeving, de ziel, traditie, maar ook onwetenschappelijke opvattingen van liefde bijvoorbeeld. En ik wil eigenlijk de vreemde, de surreële of magische gebeurtenissen en personages die erin voorkomen, die wil ik gaan bekijken vanuit dat perspectief. Waar zouden die nou voor kunnen staan en hoe geven die de problemen weer van eventuele problemen van ons? Ja, oké. Dankjewel.